We staan hier in Harderwijk en het is bar en bar koud hier zo. En wie staat er voor me? Ik ben Adrian Huijnen, ik ben 35 en ik kom uit Nijmegen. En kan je wat meer over jezelf vertellen? Ik probeer zanger te zijn en tot nu toe gaat het aardig lukken. En ja, we gaan ons best doen natuurlijk om de mensen te kunnen blijven entertainen. En uh, hoeveel nummers heb je al op je naam staan? Twee. Ja, dat is niet erg. En uh, bij wie neem je op? Uh, wie, wie is jouw producent? Mijn producent dat is Dutch uh, Music Artist in Nijmegen, oftewel Dave Van Wel. De uh, meeste mensen kennen hem als Dave Van Wel. Uh, ja, het is uh, niet alleen mijn producent, maar ook een uh, goede kameraad van mij geworden in de tussentijd. En hoe is het uh, zingen begonnen bij jou? Hoe is het zingen begonnen? Ja, tien jaar geleden in een cafeetje, wat gedronken natuurlijk. En dan ga je, ja, pak je de microfoon en dan ga je dingen meedoen. En ja, op iedereen zegt dan moet je meer meedoen, meer meedoen, totdat ik... Uh, Afgelopen december de besluit genomen om er echt daadwerkelijk meer mee te gaan doen. In de hele wereld is eigenlijk bezaaid met de corona. Ja. En merk jij daar ook iets van? Ja, tuurlijk. Ik had op 4 april had ik in Adriaan een, 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 een frensavond ge, georganiseerd. Maar dat heb ik helaas moeten cancelen en gaan verzetten. Maar tot wanneer dat wordt, dat, dat weten we nog niet. Want in verband, ja, ik heb wachtstaf af totdat tot alles een beetje achter de rug is. Je hebt een nieuw nummer gemaakt en hoe heet die nummer? Besta je, wel echt? En uh, waar gaat het nummer eigenlijk over? Dat nummer gaat eigenlijk over: ja, dat je in je dromen en iedereen heeft een droomvrouw, of een droomman. Maar goed, aangezien ik een man ben, dus heb ik een droomvrouw. En die gaat daarover. En dat is dan van: ja, of ze wel echt bestaat en of je ze ooit tegen zal komen. En waar kunnen de mensen jou vinden op social media? Facebook, Instagram en binnenkort op www.adriaanhuiner.nl.